Hi allemaal, misschien had je het al op Instagram gezien, maar ik was afgelopen zondag jarig en toen ben ik 26 jaar oud geworden. Ik weet dat voor sommigen van jullie dat echt onwijs oud is en voor sommigen van jullie juist helemaal niet oud. Het is ook een beetje zo'n in-between leeftijd. Ja, en laten we eerlijk zijn, het is al behoorlijk volwassen, maar ik voel me nog niet heel erg volwassen. Maar ik werd wel wakker met een beseffingsmomentje van oké, nu ben ik echt die 25 gepasseerd. Dus ik ben ouder dan een kwart eeuw. Het voelt een beetje oud, maar tegelijkertijd weet ik ook wel, of tenminste heb ik heel vaak gehoord, dat juist de jaren 25 tot 30 je gloriejaren zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd wat me allemaal nog te wachten gaat staan. En ik vind het ook gewoon allemaal wel... gewoon allemaal mijn best zo. Maar goed, daar wilde ik niet over praten in deze video. Ik wilde een paar cadeautjes laten zien die ik heb gekregen. Want ik vond ze wel heel erg leuk. En ik dacht, misschien krijg ik op die manier wel inspiratie. Voor als je aan een ander een cadeautje wil geven of iets dergelijks. En het zijn er niet heel erg veel of zo. Want ik heb het een beetje kleinschalig gevierd. Dus dat maakt ook allemaal niet uit. Want de dingetjes die ik heb gehad vind ik wel heel erg leuk. En in deze video ga ik ze dus aan jullie laten zien. Het eerste cadeautje die had ik echt specifiek gevraagd en gekregen van mijn ouders. En dat is het boek Twijfel Indo. En dit is een crowdfunding project geweest van Armando Ello. En ik weet niet meer hoe lang geleden, misschien wel 2 jaar geleden. Toen hadden we een oproepje gezien op Facebook. Als je een Twijfel Indo bent, of je dan op de foto zou willen gaan en een interview zou willen doen. Nou, Larissa en ik die hebben dat toen de tijd gedaan. Serena helaas niet, want ik denk dat ze echt te druk was in die periode. En een Twijfel Indo is eigenlijk gewoon een Indo waarbij je twijfelt of die persoon een Indo is. En kijk, jullie stellen mij heel vaak de vraag of ik Turks ben. En dat ben ik niet. Ik ben, voor mijn gevoel half Nederlands, half Indo. Maar eigenlijk is mijn moeder ook niet 100% Indo. Maar goed, daar gaat dus het hele boek over. Je hebt er heel veel Indo's in zitten die een klein beetje Indo zijn. Heel erg Indo zijn, maar waarbij je het gewoon helemaal niet kan zien. En dan is het idee een beetje van als je er niet Indisch uitziet, wat maakt jou dan Indisch of hoe voelt dat dan? En een beetje in die trant. Maar ik zal even de foto's laten zien, want die zijn echt super mooi geworden. En dat is ook de grootste reden waarom ik het wilde hebben, omdat we er dus in staan. Dat vind ik wel echt super vet. Hier staat dus een interview in over ons en onze familie. En dit is dan Larissa. Ik vind het echt een onwijs mooie foto. En zoals je ziet is Larissa haar nog helemaal bruin, dus wel van een tijdje geleden. En ik sta op de andere pagina erachter met ook een hele grote foto. Die vind ik ook heel erg tof geworden. Sowieso zijn alle foto's in het boek wel heel erg gaaf. En toen ik aan het bladeren was, zag ik ook mijn nichtje erin staan. Ik zal het even laten zien. Dit is bijvoorbeeld ons nichtje Robin. Ook echt een hele mooie foto. En heel toevallig stond ook nog eens het neefje van mijn beste vriendin erin. Ik kwam hem heel toevallig tegen toen we aan het bladeren waren. Dus het was heel erg grappig om dat tegen te komen. Maar ik vind het echt een super tof boek. En als je Indo bent, is het misschien wel leuk om dat door te kijken. En verder had ik ook nog koffiebonen gekregen van Simon de Veld. Dus daar hebben ze heel veel speciale soorten koffiebonen en ik hou van koffie en het ruikt echt super lekker. Ik heb hier 3 soorten, de Corazon, de Benefico en de Indonesia. En daar heb ik ook nog een boekje bij waar een beetje uitleg bij staat van wat de verschillen zijn in de smaken en zo. Dus ik kan niet wachten om deze te proberen. En verder had ze ook nog 2 taarten voor me gemaakt. Ik had namelijk een beetje een high tea, afternoon tea brunch georganiseerd. Met heel veel hapjes. En ik ben net als mijn moeder dat ik dan net een stapje te ver ga met de hoeveelheid hapjes. En ik had geen tijd meer voor een taart. Dus ze had een monchou taart gemaakt, een hele mooie. En ze had ook nog een layered cake gemaakt die ze een beetje naked had gesteld met frosting en dergelijke en dan heel veel chocolade bovenop. Dus heel erg bedankt. Ze waren echt allebei super lekker. Nou, mijn vriend is 2 dagen voor mijn jarig en van zijn ouders hebben we een gezamenlijk cadeau gekregen. En dat zijn cadeaubonnen voor een heel leuk restaurant in Utrecht. En dat is de WT Urban Kitchen. Dat is een watertoren eigenlijk. En dan helemaal bovenin heb je dan verschillende plekjes die je kunt reserveren. Dus helemaal op het dakterras of eentje eronder. En dan heb je echt een heel mooi uitzicht over de stad. En het is echt een super vet restaurant waar we al heel lang heen willen. Wat ik altijd helemaal vol geboekt zit. Dus nu hebben we extra reden om gewoon binnenkort een reservering te maken. En daar heb ik wel heel erg veel zin in eigenlijk. Dus heel erg bedankt daarvoor. Nou, mijn besties die kwamen er echt niet uit wat ze aan me wilden geven. Dus die komt nog. Ik heb deze video gewoon nu maar alvast opgenomen omdat ik niet wist wanneer en hoe en of het nog gaat komen. En als er niks komt, dan vind ik het ook allemaal niet erg. Maar ik dacht, het is dus in principe niet helemaal compleet. Want Larissa is bijvoorbeeld ook nog niet in Nederland. En die wilde me ook nog iets geven. Dus dat kan ik nu ook niet laten zien. Maar ik wilde er niet al te lang mee wachten. Dus dat
dat komt allemaal wel. Dat laat ik waarschijnlijk wel een keertje zien in een vlog of iets dergelijks. Maar mijn beste vriendinnetje Jennifer die kwam nog langs met een hele grote bos. Echt een gigantische bos met gladiolen. Echt super mooi, een hele mooie kleur. En mijn beste vriendinnetjes Leonie en Celeste kwamen ook nog langs. Cynthia kon ik langskomen, ze zat in Griekenland. En met z'n drieën gaven ze mij een massage cadeau. En wij geven elkaar heel vaak een beetje van die experience cadeautjes. Op de middelbare school en op de basisschool zag je elkaar echt bijna elke dag. Maar nu, als je dan wat ouder bent en je werkt, dan zie je elkaar, als je geluk hebt, 1 keer in de maand. Dus dit is weer extra reden om er echt een heel uitje van te maken. En ik hou ook heel erg van massages, dus ik waardeer dit cadeau heel erg. En ik ga hem ook echt binnenkort meteen inzetten. En van een ander vriendinnetje, Sarah en vriend Thijs, heb ik ook nog een lekkere fles met kava gekregen. En ik denk dat ik binnenkort ook nog eens een keertje langs moet gaan om er een lekkere visdate van te maken. Joh, dat klinkt wel vies. Maar we hadden afgesproken om een keertje een lekker visdiner te gaan eten met z'n allen. Dat lijkt me heel erg gezellig. En misschien ga ik hem dan wel bewaren en neem ik hem mee. Of ik drink hem gewoon eerder op. Die kans is ook best wel groot. Van mijn tante Tilly kreeg ik nog meer wijn. Het is echt geen geheim dat ik van het drankje haal. Heel erg bedankt. Want van mijn andere tante kreeg ik ook wel iets anders. En dat heet Heilig Neusje. En dat is ook weer alcohol. Of tenminste, ik schenk hem erbij. Dit is eigenlijk een flesje vol met kruiden. En dan moet je er jenever bij schenken. En dan laat je het 4 weken staan. En dan verandert het in een likuurtje. En ik heb dit soort flesje inderdaad wel eens gezien bij de winkels. En dat vond ik wel echt super interessant. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit smaakt en hoe dat allemaal werkt. Ik vind het echt super tof. En van mijn tante kreeg ik ook nog een hele mooie bos met bloemen. Dus super bedankt. Oh, en trouwens, volgens mij heb ik het nog niet eens gezegd. Maar van mijn moeder kreeg ik ook nog een hele mooie bos met bloemen. Dus het staat hier echt helemaal vol en het ruikt lekker. En ik hou heel erg van bloemen. Dus ja, ik vind dat echt altijd lekker. Ik kreeg ook nog eens geld cadeau van mijn tante Jacqueline en oom Ben. In dit superleuke retro theedoosje. En ik heb er ook meteen thee in gedaan nu trouwens. Maar ze had er ook al wat thee in gedaan. En het geld in verstopt. Dus ik vind het al heel erg leuk dat ze het op die manier verpakt heeft. En ik vind het echt wel een heel erg leuk doosje. En van mijn oom kreeg ik een hele lekkere kaars. En hij wist het niet. Maar dit is wel mijn favoriete geur, namelijk Lotus Secret. Dat is White Lotus en Yi Yi Ren van Rituals. En ik vind dat zelf echt een super lekker geur. Van Serena heb ik ook nog een paar cadeautjes gehad. En ze is echt all out gegaan. En ik vind het echt super vet. Ze heeft hier een vaas. En ik dacht eerst van, oh, het is gewoon een glazen vaas. Maar als je goed kijkt, dan zie je hier een beetje zo'n regenboog effect erin zitten. Dus dat is echt super vet. Want ik ben echt helemaal dol op alles met een beetje een regenboog of olieachtig effect. Dat is super tof. En dan kan ik hier een beetje van die takjes in doen. Gewoon voor in de woonkamer. En dan heeft ze ook nog een ander cadeautje gehaald. Waarvan ik hem eigenlijk zelfs bijna voor haar had gehaald. Of tenminste, ik reed langs de winkel. Ik zag hem. Ik ben op de rem gestapt. En daarna ben ik niet meer de winkel ingegaan. En ik weet niet meer wat de reden was. Misschien was de winkel dicht. Of heb ik toch besloten wat anders te halen voor haar verjaardag. Dus toen ik in een zak moest gaan voelen en een beetje fluff voelde, toen dacht ik, oh my god, ze heeft hem gehaald. Maar dan voor mij, hou je vast. Dit is een alpaca. En hij is gemaakt van alpaca fluff. En het is echt het zachtste knuffeltje die ik ooit heb gevoeld. Echt niet normaal. Oh my god. Ik heb de hele avond heb ik er een beetje mee zo in mijn hand gestaan. En ik kan me echt voorstellen dat als je geen huisdier mag hebben of je hebt geen huisdier meer, dat je gewoon met dit alpakketje op schoot kan zitten. En dan is het echt hetzelfde effect. Dat hij echt super zacht. En ik vind het echt super cool. We zijn helemaal fan van alpaca's. En het grappige is, je moet deze ook echt helemaal handwassen of eventueel stomen. Je moet hem af en toe borstelen. Volgens mij moet je hem ook af en toe met talkpoeder bewerken. Ik vind hem zo schattig. Dus ik moet eigenlijk nog een naam bedenken voor hem. Voor nu heet hij even Mr. Alpaca. Maar als je een betere naam weet, dan let me know. Want ik vind het wel schattig om hem een naampje te geven. En ja. En dan heb ik ook nog een heel mooi armbandje gekregen van Swarovski. En ik vind hem echt super cool. Het is echt precies iets wat ik heel erg tof vind. En hij heeft namelijk een oogje erop zitten. Beetje een Turks oogje eigenlijk. En dan ook nog een rondje met bles. En een paars steentje. Zal denk ik wel een zirconiaatje zijn. En dan een heel mooi slotje waarvan je eigenlijk niet ziet dat het een slotje is. En ik vind hem echt super mooi. En je kan hem dus ook lekker makkelijk aan en uit doen, dus dan kan ik hem ook lekker vaak dragen. En dan verder neemt mijn vriend me nog een keertje mee op citytrip. Dat vind ik ook wel heel erg leuk, want ik vind het wel heel erg leuk om wat vaker dingetjes te doen samen. En we weten van elkaar gewoon heel vaak niet wat we elkaar moeten geven. Want als het aan de spullen ligt, we hebben gewoon allebei genoeg. En daarom heb ik hem ook indoor skydive cadeau gedaan. Want ik vind dat super vet om te doen en hij had het nog nooit gedaan. Dus het zijn eigenlijk twee dates die we dan gaan doen. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, ik zit weer met die alpaca in mijn hand.
Dus dat waren mijn cadeaus. Ik hoop dat het je een beetje inspiratie heeft gegeven. Misschien voor als je nog binnenkort cadeautjes voor een ander moet kopen. Of misschien zelfs voor kerst. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien. Ik zie jullie heel graag terug in de volgende video. En die komt komende zondag weer. Vergeet je niet te abonneren op dit YouTube kanaal. En deze video nog een duimpje omhoog te geven. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Doei!